Uh, hij heeft een wat hoekige kop en hij heeft een zigzagstreep over de rug. Het signalement van de adder is duidelijk. Toch is het opsporen van de slang nog best lastig. Dat is eigenlijk ook het probleem. De hele dag worden hier honden uitgelaten. Uh, er zijn mensen die hardlopen, dus. Uh, het is hier vrij onrustig voor een adder. Daarom lukt het Edwin de Bies niet om hem te vinden. Maar eigenlijk heeft hij er ook niks aan als hij hem wel vindt. We mogen er niet aankomen, we mogen ze niet verjagen, we mogen ze niet verstoren, we mogen ze niet oprapen. We mogen er eigenlijk niets mee. Want de adder is een bedreigde diersoort. En het is illegaal om thuis bijvoorbeeld in een terrarium adders te houden. Misschien is dat ook wel de reden dat de mensen hem hier hebben uh, eigenlijk gestort. En dat tot irritatie van de wandelaars. Nou, heel laagbaar. Dat mensen, als ze er last van hebben, dat zomaar ergens uh, achterlaten, zonder, waarschijnlijk zonder dat ze hebben bedacht wat de gevolgen kunnen zijn. De bies is bang voor één van de gevolgen, namelijk virussen. Dat je die ziekte vanuit je terrarium overbrengt naar een gebied, waardoor de adder helemaal kan uitsterven.